Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel werd. En vandaag zitten we in een potje Warface. En ik had jullie vorige week al gezegd in de video Warface dat ik deze video ging maken. Ik had wel gezegd dat ik hem zondag ging plaatsen, maar door examens heb ik die nu pas geplaatst. Omdat ik anders geen video had voor nu. Hij staat hier. Zoals je ziet, het is een Warface-potje. In dit Warface-potje gebeuren legendarische dingen. Echt, dit is het leukste Warface-potje dat ik ooit heb gespeeld. Het is zo'n 10 minuten lang, dus perfecte video. En ik ga daar nu over moeten praten. Ik heb een nieuwe functie gevonden op Share Factory, waarmee dat ik over video's kan praten. Dus dat ik een track erover kan doen. En kan ik lekker erover praten. Ja. Zoals jullie zien, begin ik met een sniper. Ik begin met een sniper, omdat ik weet dat altijd daar mensen zitten. Op die snipespot. Dus ik ga een paar mensen snipen. In het begin lukt het niet heel goed. Zoals je ziet. Ja, 2 kills nu. Die had ik moeten raken. Die is gekillstealed van mij. Waarom raak ik hier niks? Oké, 3 kills. Nu ondertussen hebben de vijanden wel door dat ik bezig ben. 4 kills. Het is een mooi begin van de... game. 5 kills op dit moment. Moet ik herladen. Ik ga naar beneden. Omdat ik weet dat zij weten dat ik hier ben. Dus zij zullen mij proberen te snipen. Maar zij zitten daar. Dus kijk, daar zitten ze met z'n drieën. En ik probeer telkens headshotjes te halen. Want anders gaan ze niet dood. Maar dat is niet extreem moeilijk. Oké, hij heeft mij hier gesniped. En vanaf nu was ik zo van... ik wil hier naar boven, maar er is niemand. Iedereen loopt weg, niemand is hier. Dus niemand wil mij naar boven helpen. Gebeurt dit. Ik ga gewoon zo'n beetje rondkijken. Zo van, hallo, is hier iemand? Hallo? Hallo? Ja, persoon, ja. Nee. Ja, zo voelde mij ik mij ongeveer. En toen dacht ik zo van, hey, ik moet toch op een andere manier naar boven zien te komen. Maar dat was dus niet. Ik kon niet op een andere manier naar boven komen. Ondertussen waren we 23 tegen 7 en kwam er iemand gewoon even gewoon kut zijn. Gewoon kut zijn. En kijk, ik ga hier een paar keer dood. Ik wil proberen hun te quickscopen, maar dat werkt niet zo goed. Hier pak ik mijn pistooltje, omdat ik weet dat ik met mijn sniper niet veel ga kunnen doen. En zoals je ziet is mijn HP echt gewoon heel laag en die andere heeft alles gecleared. Dus toen ging ik met zijn wapen en ging ik een beetje leuk doen. Ging ik zo van, hallo, hallo, mag ik je killen? En ik was vrij snel gekillt, denk ik. Ja, hier denk ik. Denk ik. Ik was hier toch gekillt, hè. Ja, hier ben ik gekillt, denk ik. Ja, killen. Kijk, eerst 1 killtje daar. En dan ben ik gekillt. Ja, oké. Dat zag ik al aankomen. Maar ja, ik heb de pot gespeeld natuurlijk. Dus toen dacht ik zo van, ja, kut. Ik ga hier niet naar boven komen. Ik moet een andere manier zoeken. En waarom zoek ik geen andere manier? Ik was echt sad life of zo. Ik weet niet. Dit was zo... Ja, ik weet niet. Dat is een van mijn eerste potjes sinds tijden. Dus toen ging ik hier staan, want ik dacht van ja, anders gaat het toch nooit lukken. En toen ging ik hier een beetje snipen. En toen werd ik hier gesniped. Dit is nog niet het beste begin. Het beste stuk van het potje. Hier die headshot ik. Hier die headshot ik. Hier die headshot ik niet. Die kill ik wel. Uiteindelijk. Nu ben ik aan het kijken, want er zitten nog zo 2-3 mensen boven. Dus ik ben aan het kijken of dat zij gaan pieken. Daar gaat een granaat naar boven en ze pieken. Dus ik kill iemand. Ik weet dat er nog iemand zit. Dus ik blijf hier even kijken. Zo. Ja. Waar blijft de kill? Hallo? Ja, daar.
Ze zijn terug naar boven geklommen met zijn tweetjes. En die is gekild door iemand anders. Dat is een paar keer misgeschoten. Niet extreem mis natuurlijk, maar toch wel mis. Want anders had hij dood geweest natuurlijk. Ondertussen is het 61 tegen 27. En moet ik nog altijd 5 minuten praten. Het is makkelijker om gewoon een video te maken en gewoon te praten. Gewoon, ja, dit is best moeilijk. Oké, die mist mij. Die mist mij. En dan, oeh, mooi killetje. Mooi killetje. En ondertussen, ik weet dat daar mensen zitten. Maar het is gewoon, ze pieken niet. Ze pieken niet. Ondertussen is het bijna 69 tegen 33. Kom aan. Het is 68 tegen 34. Kom aan. Kom aan. Ja, 69 tegen 34 en 70 tegen 34. We hebben 69 tegen een 34 gehaald. Nice. Hier ga ik zo'n beetje verplaatsen. Omdat ik ja, wist dat daar iemand zou liggen. En ja, hij killt mij. Ja, dus toen was ik zo van... Fuck die meneer. Ik ga hem killen. Ik ga hem ook killen. Uiteindelijk. Misschien ooit... Misschien. Ik weet dat die daar ligt, maar ik kan hem geen headshot geven. Dus hij blijft achter dat paaltje. Ondertussen komt daar iemand en die kill ik niet. Goed gedaan, Bart. Ik zie zijn hoofdje. Ik kill hem 2 keer in 1 match. Die paal staat er heel slecht. Die paal staat er heel slecht. Dus ik kill die guy. En Ja. Toen werd ik gekild. Ja, maar volgens mij is dat aan onze kant niet zo OP hoor. Met zo dat dingetje. Oké, ik word weer gekild. Very nice. En toen dacht ik zo van... Als ik hier telkens ga staan, dan ga ik telkens gekild worden. Dus als ik naar de andere kant ga, dan gaan ze mij niet zien komen. Dus ik ga hier aan deze kant staan en ik zie niemand. Ik was even gedesoriënteerd. Dus toen kill ik die... En omdat ik die gevonden had natuurlijk. En dan zie ik niemand meer. Ik was zo van... Meh, sad life. Waar zijn ze allemaal gebleven? Toen zag ik die en schoot ik een schot mis. Very nice. En toen zag ik die twee naar boven klimmen. Schiet ik weer een paar keer niet in het hoofd. Maar dan schiet ik uiteindelijk toch wel in het hoofd. En dat was een hele mooie kill vind ik, die tweede. Want hij was zo de hele tijd zo van beneden naar boven, van beneden naar boven. En toen dacht ik van ik ga terug naar deze kant. En nu weet ze ondertussen dat ik aan die kant zit. Dus toen stond hij daar klaar voor mij neer te schieten. Maar het lukte hem niet, want ik schoot hem eerst neer. Dus toen schoot ik hem neer en ging ik weer naar de andere kant. Omdat ik wist dat hij het op mij gemunt had. Dus ik ga hier, ik schiet op die meneer, maar ik schiet mis. Dan schiet ik op die meneer en ik schiet raak. Dan schiet ik daarop en schiet ik weer raak. Ik vind het best mooie killetjes. Ja, ik vind het best mooie killetjes. En ondertussen heb ik 8 minuten zitten praten. Ik heb echt geen leven. Ja, oké, die zie ik daar. En ik kill die niet. Ja, uiteindelijk wel. 7 kills in 1 game. 113 tegen 61. 114 tegen 61. 115, 116 tegen 62. Wai joh. 2 minuten 10 seconden op de klok. En ik ga weer naar de overkant voor die guy te killen. En die ziet mij daar. En ik schiet hem dood. 8 kills in 1 game. Allee, ja, in 1 leven, zeg maar. Ja. 123 tegen 65. Nog 1 minuut 50 op de klok. En ik zie niemand meer. Iedereen is weg. Ik was zo van, zijn ze nu gaan... mij proberen te killen met een AR of zo. Of, wat is er gebeurd? En dan zie ik die guy, kill ik die even. 9 kills in 1 game. 128 tegen 67. 1 minuut 30 op de klok. Dan zie ik dat paarse smoky. Zodat ik hun niet kan headshotten. En dan headshot ik die guy. 10 kills in 1 game. 133 tegen 69. Ja, 69. Nice. 1 minuut 13, 12, 11, 10 seconden op de klok.
140 bijna, 140 tegen 70, 1 minuut op de klok. Ik schiet hier bijna iemand mooi neer. Ik weet niet wat ik aan het doen ben op dit moment. Ik was zo van, hey, misschien als ik hoger ga staan, kan ik ze zien. Maar dan was ik alleen maar een groter target. Dus ik ging er weer af en ik ging naar de andere kant. En het is gedaan. Ik ben niet eens de beste van mijn team, hè. Maar kijk mijn kills. Kijk mijn kills. Ik was echt zo, op dit moment was ik zo van, what the fuck? Ik was tweede beste van mijn game. Ja, ik was best blij. En hier zijn de finals. Stop maar de video. Dat was de video. Bedankt voor het kijken.